En ik ga naar voorvragen, en u mag alvast applaudisseren, Marloes Krijnen, directeur Foam en Aanzien, Margriet van Kraats, directeur Tivoli, en Bruno Felix, directeur Submarine. Kijk, ze spelen het een beetje uit rustig opkomst, gewoon rustig. Ja, denk ik van, ach. Kijk. Kijk. Goedemorgen. Ja, je zit een beetje. Als je zo staat, helemaal goed? Ja? Ja. Oké. Marloes Krijnen, ik begin heel even eerst met jou. Heel even toch het verhaal van Trevor Davis. Hij roept bijna op tot activisme. En we hebben allerlei onderwerpen vandaag staan over ondernemerschap en publiekspraak. En ik had in één keer het gevoel van, kijk, wat Trevor ons eigenlijk vertelt is naar buiten toe. Misschien als we gaan praten nu over ondernemerschap, dan zitten we nog te veel naar onze eigen navel te staren. Maar hoe zie jij dat? Wat hoorde jij? Nou, ik hoorde inderdaad dat je naar open moet en naar buiten. Maar dat is eigenlijk iets wat ik vanuit het verleden ook van hem ken. Het idee van strategische allianties, wat hij al eerder naar voren heeft gebracht. Ik denk dat dat nog steeds geldt. En dat in die zin datgene wat hij net verteld is, weer helemaal in lijn is met zijn vroegere ideeën. En datgene waar we nu mee aan het werk moeten. Maar Margriet, ik hoorde ook, hè, hij had op een gegeven moment activisme, burgerschap. We moeten als kunstcultuur een verbinding leggen met de burgerschap. Doe jij dat? Ben je daarmee bezig? Nou ja, kijk, ik ben directeur van een poppodium in Tivoli. Utrecht. Tivoli. En ik ben ook medeverantwoordelijk voor een festival wat we net op Vlieland hebben georganiseerd. The Great Wide Open. Ja, en kijk, het gaat erom, dit zijn allemaal initiatieven die wij van binnenuit zelf verzinnen en daar binnen de no-time een publiek voor vinden. Wat jij onder het burgerschap vertaalt, dat weet ik niet precies, maar het gaat er bij ons heel erg om van de initiatieven die er zijn, de goede ideeën, de mooie verhalen, die wil je laten zien, die wil je aan andere mensen meegeven. Dus kom je tot programma. Ja. Bruno Felix, Submarine, even voor iedereen, Submarine, wat doen jullie? Nou, we zijn eigenlijk twee dingen. Submarine is een productiebedrijf. Daar maken we films, animatie, documentaires en games. En daarnaast ben ik ook directeur van de gelieerde stichting, Submarine Channel. En dat is het avontuurlijke zusje, zou je kunnen zeggen. Dat is een soort plek waar we onderzoek doen naar nieuwe vormen van verhalen vertellen. Dus ja, nieuwe, vaak interactieve verhalen of combinatie tussen gaming en documentaire. Ja. Ook hier even toch dat burgerschap. Want je zegt van ja, natuurlijk, je werkt vanuit, maar er werden verbindingen gelegd met duurzaamheid. Je moet je actief tot die samenleving houden. Misschien is kunstcultuur wel de voortrekker van deze nieuwe beweging. Voel je aangesproken? Ja, heel erg. Kijk, mijn achtergrond komt uit de publieke omroep. Die hebben sowieso een dergelijke taak gekregen. Maar wat ontzettend interessant is natuurlijk dat media en verhalen vertellen in steeds meer plekken van de samenleving doordringt. Heel natuurlijk. Hè. Dat gaat van onderwijs tot de zorg. En dat betekent dat wij met de verhalenvertellers of de mensen die in die professie werkzaam zijn, ook steeds vaker daar relevant zijn en samen met die mensen op kunnen trekken om te komen tot nieuwe producten, diensten of verhalen. Ja. Ja. Opvallend bij jullie alle drie, hè, want je hebt naast Foam, fotomuseum zeg ik even, mag ik dat zo zeggen, fotomuseum, en Aanzien. Kun je heel even Aanzien uitleggen? Ja, nou, Foam heeft in de afgelopen 10 jaar een heleboel verschillende projecten binnen het museum bedacht. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, we kunnen nog een volgende stap zetten in ons cultureel ondernemerschap. Dus we zijn in september begonnen met een internationale fotografiebeurs, Aanzien. En zoals wij het noemen, a fair with a festival flair. Dus er gebeurt meer dan alleen maar een beurs. Er zijn discussies, er zijn lezingen, er zijn documentaires die er te zien zijn. En dat allemaal 3 dagen geconcentreerd in Amsterdam op het Westergasterrein. En ja, dat is een soort van nieuwe lood aan de tak van alle activiteiten die Foam ontwikkelt. Ja, dat is interessant, dat hebben jullie alle drie. Want je hebt dus Foam en Aanzien, Tivoli, Into the Great Wide Open. Een heel ander soort festival, toch iets heel anders. Ja. En je hebt dan Submarine Channel. Nu was het interessant wat Trevor zei, beleid is altijd 4-5 jaar later. Merken jullie dat ook? Want jullie doen eigenlijk combinaties misschien wel, die misschien beleidsmatig nog helemaal niet kunnen. Waarvan zeggen, ja, waar ben je mee bezig? Nou ja, wij hebben het probleem gehad ooit, toen we begonnen 10 jaar geleden, dat er moeilijkheden waren om de zaak gefinancierd te krijgen. Wij kregen niet 10 jaar geleden al die grote pot geld op de stoep. Dus wij hebben vanaf het begin af aan al cultureel moeten ondernemen. Dus in die zin hebben wij de afgelopen 10 jaar al moeten inhalen. Maar ik vond het wel een interessante opmerking. Ik zou daar wel eens over willen praten, want dan zijn er blijkbaar andere oplossingen die wij misschien nog niet zien.
Ja, maar dus ook dat het beleid dus daar misschien wat achteraan komt. Dus als we vandaag hebben staan over ondernemerschap, zeggen van ja, luister, daar zijn we al lang mee bezig. Ja, dus het is ook helemaal niet erg, hè. Je moet je niet op laten houden door beleid. Je moet gewoon voortgaan op je eigen pad. Ja, ja. Klinkt gezond. Ja. Maar dat biedt dan ook de mogelijkheid om andersom te zeggen van, want als je dan vanuit Submarine en Submarine Channel dus nu dingen tegenkomt, dan zeg je, kijk, zo werken we dus. Hè. We zijn misschien wel een collectief van 25 of ik weet niet hoeveel creatieven in plaats van, we zijn een instelling, zoals net werd gezegd. Wat betekent dat nou voor de praktijk? Wat betekent dat nou als je hier als beleidsambtenaar in de zaal zit, kijk, en als je die gedachte nou vasthoudt, hebben we dat van jou nodig. Dan help je ons. Ja, kijk, ik denk... Dat is een hele ingewikkelde vraag, Ruben. Maar wat wij wel moeten doen, en dat ze ook verantwoordelijkheid nemen, is natuurlijk voortdurend in gesprek gaan en vertellen op welke manier wij effectiever kunnen zijn. En ik vind het niet erg, we worden nu aangesproken als ondernemer. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat we altijd al deden. Geweldige verhalen vertellen en daar een heel groot publiek voor zoeken. Nou, en dan probeer je op het moment dat je aangesproken wordt als ondernemer, ik ben tegenwoordig ook deel van de creatieve industrie, dat is allemaal heel mooi, dat je kan vertellen aan die mensen hoe je misschien culturele industriepolitiek zou kunnen voeren. En dan probeer je daar, ik heb bijvoorbeeld met alle producenten in de creatieve industrie de APCI opgezet. En probeer onder begeleiding van cultuur ondernemen, een club die ik ook veel in het programma zag staan, te komen tot na te denken, zelf na te denken, wat voor instrumenten zijn er nu? Hoe effectief zijn die voor ons om ons sneller te laten werken? En wat voor instrumenten zouden wij zelf interessant vinden? Wat Trevor ook zei, de grootste unit in de creatieve industrie is 3 mensen. Heel veel innovatiebeleid wordt gemaakt op formaatje Philips, zeg maar. Of formaatje TNO, dat is onderzoek. Philips, dat is industrie. Maar onderzoek in de creatieve sector zijn niet 3 mensen. Productie in de creatieve industrie is ook vaak 3 mensen. Nou, dan moet je daar dus nieuwe instrumenten voor maken. En dan kunnen wij zelf, wij weten donders goed hoe dat in elkaar zit. Dus dat betekent zelf nadenken en dan je plannen presenteren aan de mensen die beleid moeten maken. Ja. Want Margriet, als je kijkt naar die nieuwe instrumenten. Je hebt een poppodium Tivoli en Into the Great Wide Open. Wat erin geslaagd is en in toch een best vol gebied, zeg maar, van festivals. In één keer een eigen gebied te veroveren. Ook nog eens voor ouders met jonge kinderen. Wat überhaupt heel veel mensen een interessante doelgroep. Leuk dat je dan ook naar een festival kan. Heb jij gemerkt, dat je denkt van ja, kijk, als je dat nou zo aanpakt, dan werkt dat dus. Iets wat je misschien bij Tivoli niet kon doen, maar Into the Great Wide Open wel kan doen. Zijn er mogelijkheden, instrumenten, benaderingen? Zeg van ja, kijk, dat zijn die nieuwe manieren. Misschien wel nieuwe modellen. Ja, kijk, ik denk dat datgene wat we bij Tivoli ook doen, en wat misschien minder opvallend is, omdat het als instituut al 30 jaar bestaat. En het is eigenlijk niet eens een instituut, het is een oud krakerscollectief. Het is een inmiddels een zeer professionele poppodium. Maar ons werk is dingen mogelijk maken. Niemand van ons kan muziek zelf maken. We hebben nog een paar discjockeys in huis. Maar je staat midden aan in je subcultuur om te zoeken naar de connecties, naar mensen die op jouw plek, op jouw podium, mooie dingen kunnen laten zien. Als je kijkt naar het festival, Great Wide Open, dat lag in de tijd dat heel veel van ons, collega's, vrienden, zelf ook kinderen kregen, dachten van, we willen ons eigen feestje maken op een plek die mooi is. De kleinschaligheid die we heel erg kunnen waarderen met goed eten en vriendelijke mensen, gewoon iedereen die jezelf op je eigen feestjes zou willen uitnodigen. Waar doen we dat? Op Vlieland. En eigenlijk als op een goed idee op een feest werd een festival gemaakt door allemaal mensen uit de popcultuur. We werken met 25 mensen, dat is want die 3 van ons, dat zijn er veel meer. We werken met 25 mensen om een festival te realiseren waar vervolgens 6.000 mensen komen als bezoekers. Maar waar we ook 450 vrijwilligers hebben. Omdat we alles heel erg mooi en zorgvuldig en bijzonder willen maken. En dat samen is een initiatief wat eigenlijk in de boezem van zo'n poppodium gerealiseerd wordt. Want weet je, vanmorgen was ik super blij en dat ik een Guess Who net achter de rug had. Weer een ander muziekfestival, wat we gewoon vanuit Tivoli organiseren. Alleen dat ziet niemand, want we presenteren het als een Guess Who. Maar dat is ook weer heel veel mooie muziek op kleine plaatsen in de stad. Maar zoals je er nu over praat, en je maakt net over verwijzing naar Tivoli, als we noemen het even een kraakverleden bij spreken. Ja. Is het
Ben je nou ook echt cultureel ondernemer? Want dat werd net even door Bruno werd even kwijt, ondernemerschap. Voel jij je echt cultureel ondernemer? Ja. Kijk, wij maken cultuur mogelijk. Maar we zijn vooral ondernemer, omdat met 6, 7, 8, 9% subsidie blijft er altijd 92% zelf je geld binnenhalen over. En dat maakt dat je gewoon heel erg kijkt van wat zijn mijn plannen, wat zijn mijn idealen, voor wie doe ik het, wie zit hier op te wachten en hoe kunnen we dat zo realiseren dat met, zeg maar, met ook met de kleinste portemonnee je toch dat mooie concert of dat mooie festival kan doen. En dat er dan een overheid omheen is die je ondersteunt. Soms niet eens in geld, maar gewoon in durven, lef tonen, dingen mogelijk maken. In vergunningsgebied of in het opduwen. Great Wide Open kon beginnen. Ook omdat we zo'n groep mensen uit het hele land bij elkaar hadden gevonden die daarin geloofden. Maar ook omdat één SNS Reaalfonds dacht, nou, 40.000, daar moeten ze mee kunnen beginnen. Vervolgens op een begroting was het natuurlijk een pepernotenbedrag. Ja. Maar het was wel voor ons het duwtje dat we dachten, we gaan het doen, we geloven erin, er is voldoende mensen die willen komen. En precies dat kleine duwtje maakte dat we de boot pakten. Ja. Marloes, een nieuw evenwicht, een zoektocht naar een nieuw evenwicht. Waar bestaat dat volgens jou uit? Nou, ik denk dat een van de eerste dingen, en daar had jij het net al even over, is kijken voor wie doe je het. Niet zomaar programmeren om het programmeren, maar echt steeds denken welke groepen wil je bereiken en wat is zeg maar een soort van logische stap in hetgene wat je al gedaan hebt. En dan natuurlijk de samenwerking. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ook toch even aansluitend, we hadden het er net eventjes over. Het feit dat er soms organisaties zijn, maar bij ons bijvoorbeeld ook de gemeente, die weliswaar een klein deel van onze totale begroting betaalt, maar wel net dat stempel zet. En dat is een van de dingen waar wij het net over hadden, dat als je dat stempel hebt, geeft het ook weer de mogelijkheid om met andere partijen samen te werken. Het geeft een soort vertrouwen. Ja, dus dat even als antwoord ook op de vraag van welke rol kan je als overheid daar nou in hebben, is soms net even, ja, net die eerste steun, net die eerste baan geven, maar vanuit daaruit kan je dan vervolgens zelf een end op pad gaan. Ja, inderdaad. Toch even wat je net zegt, hè? Dus dat weten voor wie je het doet, het klinkt zo ontzettend logisch. Ja. Het klinkt waarom, ook heel, waarom moet het nog genoemd worden? Nou, ik denk dat het genoemd moet worden omdat je daardoor precies weet welke groepen je bereikt, welke groepen je zou willen bereiken. En het is natuurlijk altijd een programmering waar je het hoogst mogelijke kwaliteit probeert te realiseren. Maar wel kijkend van wie wil je binnenhalen. Want bij ons bijvoorbeeld is de inkomsten die wij krijgen uit bezoekers zijn heel erg belangrijk. En nou, op die manier proberen we te werken, maar nog meer ook nieuwe mogelijkheden zoeken doordat je met andere partijen samenwerkt die niet zo voor de hand liggend zijn. Een van onze sponsors bijvoorbeeld is een groot advocatenkantoor in Amsterdam. Nou, daar werken wij weer samen om hun hele kantoor bijvoorbeeld in te richten, hen te adviseren over hoe ze een collectie fotografie kunnen aanleggen. Dus we proberen je iedere keer onderwerpen te verzinnen die, waar je iets doet voor de andere partij waar je mee samenwerkt, maar die uiteindelijk jezelf en je eigen sector ook ten goede komt. En Bruno? Ja? Nou, ik wil er nog wel iets over zeggen. Een ander ding, weten voor wie je het doet, is in de mediasector ontzettend belangrijk, omdat daar traditioneel in heel veel van dat soort sectoren een soort gatekeepers zitten, die zorgen dat jij als producent, als maker van een verhaal, eigenlijk geen contact kan krijgen met die eindgebruiker. En dat kan op een bepaalde manier, bijvoorbeeld kan het een omroep zijn, of een distributeur, of een publisher in de gaming. En die maakt de verbinding met het publiek, of Ziggo of de UPC met de tv kijken. En als producent lukt het eigenlijk niet om daar doorheen te gaan. En wat ik heel erg hoop dat de overheid doet, is een zetje geven, zodat die producent, die verteller van die verhalen, of die maker van die kunst, van die creatieve uiting, zelf in staat wordt gesteld door toch met het publiek die relatie aan te kunnen gaan. En dat kan natuurlijk door allerlei digitale distributiemiddelen, hè, dus dan krijgen we dan andere modellen. Maar eigenlijk, we zouden, of tenminste ik geloof heel erg dat als je de verteller of de maker van het verhaal zelf een relatie kan laten leggen, dat daar uit die andere modellen zouden kunnen ontstaan. En daar zouden we een zetje bij kunnen gebruiken. Een zetje kunnen gebruiken, hoe zie je dat voor je?
Nou ja, dat betekent als ik bijvoorbeeld een designer ben en ik wil een product maken, dat ik niet altijd IKEA nodig heb om dat product aan de man te brengen. Ja, dus dat ik zelf misschien, ik las in de krant dat Francisco van Bentum net een winkel heeft kunnen openen in Amsterdam, dat ook met een beetje subsidiegeld is gedaan. Dus dan leert hij zijn publiek kennen. En dat geldt als ik een animatieserie maak, dan moet ik door een omroep heen. Als ik een animatiefilm maak, moet ik door een distributeur heen. Nou, laat mij nou zelf dat publiek opbouwen. Dat doen wij actief met dat Submarine Channel. Daarom heet het ook Channel. Dus niet een producent, maar ook een distributiekanaal. Maar dan leren wij het publiek kennen. Dan weten we wie ze zijn, waar ze zitten, hoe we ze moeten aanspreken. En dat leert je als verhalenverteller. Dan word je, dat stimuleert en dat maakt je denk ik een betere producent. Of misschien een betere ondernemer. Maar Margriet, en Trevor noemt het ook al, de instrumentalisering. Daar is toch altijd, ergens deep down zit een eerste reflex, toch ook altijd nog even, ja. Maar als je te veel gaat uitzoeken wat het publiek wil, ga je daar je werk te veel misschien op aanpassen. Je laat je uiteindelijk je oren hangen naar wat het publiek wil. Nee, dat zijn dezelfde woorden en een andere volgorde. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Nee? Als jij een verhaal wil vertellen, dan wil je dat verhaal vertellen. En dan misschien de manier waarop je dat verhaal wil delen, daarin laat je misschien wel een beetje beïnvloeden. Maar je laat toch niet de inhoud van je verhaal toch niet beïnvloeden. Dat zal geen kunstenaar of geen maker zou dat willen. Dus ik vind dat past niet in deze zaal, zo'n opmerking. Nee. Oké, nee, heel goed. Het is eigenlijk een beetje een ouderwetse manier van denken, vind ik toch. Omdat, zo begon het ook met sponsoring, dat het alleen maar leek dat als je met partijen samenwerkt, dat die zouden bepalen wat de inhoud zou zijn. En dat is natuurlijk ook iets waar niemand tegenwoordig meer... Ja. De vraag was eigenlijk aan Margriet. Ja, Margriet. Ja. Oh, nou ja, kijk, ik denk, ik blijf bij de popcultuur en dus jongere cultuur. Op het moment dat je muziek kiest, maar in feite binnen de maat van je podium geen publiek voor is, dan is het ontzettend lastig om af te wegen van, weet je, ga ik dit nog wel programmeren, ga ik dit niet programmeren. Maar als je als programmeur of als zaal erin gelooft dat het heel belangrijk is dat iemand dat ziet of hoort, dan probeer je het op zo'n manier te presenteren dat die drempel zo klein mogelijk is. En aan de andere kant zul je, en dat zei ik net ook, heel erg ook gewoon met je enkels in de klei moeten zijn. Je moet ook gewoon snappen waar jonge mensen nu op zitten te wachten. En dat is, weet je, ook dat ding van Vlieland. Er was van alles aan muziekcultuur en festivals, maar waar je gewoon met drie generaties naartoe kon, dat was nog niet aan de hand. Okay. En dan vind je het. Ja. Even als laatste in dit rijtje, ben ik toch even benieuwd naar. Je hebt dus een overheid die nu heel erg inzit op ondernemerschap en organiseren van je financiën, andere manier van denken over financiën, publieksparticipatie. Merk je daar nu al de positieve of negatieve effecten van? Dat die nadruk daarop wordt gelegd? Nou, een van de dingen waar wij ongelooflijk veel effect van hebben gemerkt is een van de instrumenten die de overheid nu gegeven heeft, de Geefwet. Wij hebben een belangrijke groep. Iemand was totaal verbaasd over de Geefwet. Ja. Wij hebben een grote groep mensen die zich aan FOM heeft gelieerd en behoorlijke bedragen per jaar geeft. Maar door die Geefwet hebben we dat bedrag enorm kunnen verhogen. Dus wij hopen ook heel erg dat het niet iets is wat dan maar weer even bestaat, maar dat echt ook een langdurig leven beschoren is. Dat is een positief effect. Heb je ook een negatief effect? En je denkt van dit merk ik ook echt. Nou ja, wat je merkt is dat natuurlijk nu, waarover dan toch even over FOM gesproken, waar wij vroeger een van de weinige organisaties waren die echt probeerden om de markt in te gaan, is er nu natuurlijk een veel grotere groep mensen die in diezelfde vijver vist. Ja. Dus je moet iedere keer weer nieuwe dingen bedenken, waardoor je net weer iets anders doet. Dus dat op zich is dat ook wel een beetje onrustig, denk ik. Maar aan de andere kant, het brengt je ook veel. Ja. Margriet, voor jou positieve of negatieve effecten van die focus op financiën, ondernemerschap? Nou, ik denk dat het positief is dat waar ik zeg maar een aantal jaar geleden heel erg mijn best moest doen aan de gemeente Utrecht om uit te leggen waarom ik een klein beetje geld overhield als een soort risicobuffer. Dat was eigenlijk een not done ding.
kun je nu op een hele makkelijke manier toelichten dat je ook je eigen reserves nodig hebt om in tijden van dat het gewoon even wat minder gaat, ook niet meteen weer op de stoep staat. En dat is ook bij de festivals en dat cultureel ondernemerschap betekent ook dat je gewoon ondernemer bent en risico's probeert zelf af te dekken. En daarin zie ik wel een beweging dat gewoon makkelijker gemaakt wordt zonder dat je meteen aan de verkeerde kant van de streep komt te staan. Zo van, nou, dan heb je dus ook geen stuk subsidie nodig of zo. Oké, duidelijk. Bruno, tot slot. Aanvalsplan 2013. Want nieuw jaar. Waar zeg je echt, kijk, daar ga ik op inzetten. Dit wordt het succes van Submarine in deze tijd. Nou, als ik dat kon voorspellen, dan had ik echt een droombaan. Ja. Nou, kijk, mijn aanvalsplan is, want ik ben toch iets negatiever, zeg maar. Kijk, die 2013 tot 2017 wordt voor ons gewoon een slechte tijd. Er gaat gewoon het publieke omroep, mediafonds, wat zomaar wordt opgeheven. Dat filmfonds, wat ook geld moet inleveren. Dus ik ga als aanvalsplan eerst wat mensen ontslaan. Ja, dat is ook de realiteit, ja. Toch? Dat hoeft niet. En dan, daarna ga ik natuurlijk heel hard vechten om te zorgen dat er misschien via die economische wet toch, of economische perspectief op onze sector, misschien toch weer andere financieringsmodellen komen die ons kunnen helpen. Of misschien een publieke omroep die wat meer kan bestellen bij de buitendiensten. En als laatste hebben wij een bedrijf in Amerika opgezet om te kijken of we daar misschien wat ander type werk kunnen gaan doen wat de continuïteit van ons bedrijf kan garanderen. Dus dat is mijn aanvalsplan. Ja. En ik ga heel veel mooie dingen maken. En heel veel mooie dingen maken. En naar België, geloof ik, hè? Nou, jij vroeg mij net, wat zou je adviseren als je nu van de academie af zou komen? Dan zou ik naar België verhuizen. Ja. Want daar zijn de regelingen op dit moment heel goed, geloof ik. Nou ja, kijk, daar zijn mensen trots op cultuur. Hè. Daar moeten ze een taalstrijd uitvechten. Dus die mensen blijven maar knokken. En die gebruiken cultuur als belangrijk wapen. En hier is er toch niet zoveel interesse in cultuur als daar. Dus ja, als ik de kans had en geen kindjes op school had, dan wist ik wel waar ik woonde. Ja, dus moet gewoon de taalstrijd naar Nederland halen en dan... Ja, ik probeer die Friese al een beetje op te voeren. Die Friese moet een beetje op. Ik weet niet of dat het gaat worden. Okay. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Bruno Felix, Margriet van Kaats en Marloes Keijner. Dank jullie wel. Dank.